al zeg ik het zelf, het was vandaag een heel goede training. Zelfs Mark was in vorm. Ja. Ah, Mark, heb je die een duik van mij gezien? Het is een tijgersprong. Ja, ja. Alleen spijtig dat naar de verkeerde kant was komen. Voorzorg, Telebout. Amai, voorzitter. Gaat je weer al de bloemetjes buiten zetten? Lach maar, waterslagers. Mais moi, je connais ma bande. Hier, zie. Hé, là, dat is voor u, hoor. Mon amour pour toujours. Voor mij, Balthazar? Ja. Maar waar heb ik dat aan verdiend? Denk eens goed aan. Ja, wat is er vandaag 5 jaar geleden gebeurd? 5 jaar geleden? Ja. Oeh, ja. Ah, wel ja. Dan heb je ons ma voor de eerste keer bedrogen, zeker? Bij lange die ook op rij. 5 jaar geleden zijn wij voor het eerst samen uit geweest. Ah, wel, dan had je beter chrysanthemen meegebracht. Balthazar, dat jij dat nog weet? Ja, natuurlijk dat, ja. Het was juist af bij Lulu. En Binou was niet vrij, dus ik zeg, zonder een Pascal gevraagd. Easy. Hou je bloemen maar. Vrouwen, soms. Goed gezegd, maar. Allee, ik lag maar op de zwansen door. Het is toch niet alles, hè? Ah, nee? Vanavond inviteer ik u voor een intieme tête-à-tête bij César Paul. Wat denk je daarvan? Amai, als Paul mij dat zou vragen, dan zou ik toch geen 2 keer moeten nadenken. Maar ja. Ja, met de wedden van een schoolmeester sprint je niet ver, hè? Oh, ik zou dat ook eens willen. Zo gezellig gaan eten met z'n tweekes. Met z'n tweekes? Oei, en ik dan? Maar wel, inviteer mij eens, hè. Je hebt dat nog nooit gedaan. Oeh, ik heb u pas vorige week op smoutenbollen getrakteerd. Allee, wat zegt je nu, mijn smoutenbolleke? Wat is goed. Ja. Maar dan geen woord meer over die lellebellen uit de poesieken. Sur mon parole d'honneur, hè. Hé, hey, maar zeg, hey, wat zou je ervan zeggen als ik u vanavond eens uitnodigde voor een intieme tête-à-tête bij ons in de loft? Oh, wauw. Gaat jij nog eens koken? Ja, dat zal dan een garantie mede pizza worden. Oh. Jij kent Paul nog niet dan. Hé, hey, tof hè, Mark? Ja. Bedankt hè, Paul. Zeg, maar jij gaat toch geen asperges maken? Ja, maar dat zal mij van u afhangen, hè, makker. Oeh. Jij moet natuurlijk helpen koken. Oei. Mm. Maar het enige dat ik echt goed kan maken is een zacht gekookt eitje. Het is er al te zien bij gedacht. Oh nee, mijn dag weer om zeep. Ah, is Carmen er? Goeiedag allemaal. Kan je misschien een tournee generaal geven? Geen tijd, manneke. Hier, zie, bekijk dat een keer. Amai, zeg, zijn uw verbouwingswerken nu al klaar? Amai, dat is vlug. Als ik iets doe, doe ik het goed, hè. Die mag wel weg, zeker, hè. Zeg. Misschien kun je daar vanavond een zacht gekookt eitje gaan eten samen. Doe geen moeite, wat er bij mij op tafel komt, is niks voor uw portemonnee. En daarbij, het is toch al bijna volzet. Wat, heb je al personeel gevonden? We zouden daarmee moeten aanvangen, maar personeel heeft niks als last. Wat ik zelf doe, doe ik beter. Gaat jij dan alles zelf doen? Je hebt me nog niet goed bekeken, zeker? Toch wel. Het is daarom dat ze het vraagt. Nog altijd dezelfde flauwe plezante. Laat eens zien. Affiches ophangen, dat is dan ook alweer gebeurd. Hela. En wat nog? En wat staat er allemaal op je menu, hè? Verdomme, het is goed dat je het zegt. Ik wist dat er nog iets was. Menus maken. Hoi, hey, tot nog een keer, hè. Allee, veel geluk vanavond, hè. Geluk? Dat heb ik nu nodig. Er kan niks mislopen. Oh, wel, Xavier, dan ben jij de enige die vandaag niet op restaurant gaat. Ah, ja. Wat gaat Carmen daarvan zeggen? Hm? Oh, niks. Die is aan het Pontignac. Pontignac, denkt hij. Trouwens, ons Carmen eet veel liever gezellig thuis. Ja. Dat is maar goed ook. Want als je met een boever gelijk jij op restaurant moet gaan eten... Ik zal dus direct gaan verwennen, zie. Ja. Ja. En niet meer zacht gekookt eitje. Sjoeke, kijk eens wat ik bij heb. Oh, Sjoeke, maar dat gaat mij smaken als zo'n dag Montignac. Oh, kom hier. En met echte curryworst, hè? Ja. Geen boma-worst. Jij hier. Denkt ook aan alles, hè? Ja. Kom hier, zo. Zeg, Pascal en Doortje, die zullen nogal jaloers zijn als ze dat moesten weten. Die sukkels gaan vanavond allemaal uit eten. Ja. Oeh, die gaan uit eten. Ah ja, Boma vraagt Pascal mee op restaurant. En Paul en Mark die hebben Bieke en Doortje uitgenodigd. Wat blijf? En wij zitten hier vette frieten te eten. Je moest beschaamd zijn. Maar allee, daarjuist waren ze zo content. Ik wil ook op restaurant. Sjoeke, je weet toch dat ik deze avond van dienst ben in het leger? Laat ik het ruut in pakjes.
Als het is om op café te gaan, hè, dan vind jij wel een uitvlucht. Zeg, maar kan ik het helpen dat ik wacht moet lopen? Dan zie ik het dan maar af. Verdomme, jij kent sergeant de Kroot niet zeker. Labbekak, jij moet eens leren wat meer haar op je tanden te krijgen. Sjoeke, ik zeg... Hij zwijgt, als je spreekt. Beleefderik. Zo. Laat eens zien wat er hier nog moet gebeuren. Ah ja, kapstok ophangen. Oh, pardon, sorry. Hallo, ik kwam eens horen. Amai, jij gaat nog werk hebben vandaag. Niet overdrijven, hè. Juist een beetje opkuisen, dat is al. Maar ja, als jij komt storen, zal het natuurlijk nooit klaar geraken. Ja, sorry, maar ons Carmen... Ja. Ik vroeg mij af hoeveel het zou kosten om vanavond een tafeltje te reserveren. Als ik u een goede raad mag geven, Xavier, vergeet het. Zoiets kun jij met uw preken niet betalen. Hier, twee stoelen aan de toog dan. Xavier, dat is hier geen café, hè? Allee, maar wacht eens even. Omdat jij familie bent, hè, wil ik je wel een plezierje doen. Serieus? Jij moogt hier gratis komen eten. Maar dan moet je wel een paar klein werkjes doen voor mij. Ja. Pas op, ik vraag dat niet omdat ik dat nodig heb, hè. Nee. Ik zou alleen niet willen dat jij je schuldig voelt tegenover mij. Dat is vriendelijk. Zeg maar wat ik moet doen. Om te beginnen, moet je een naambord maken voor buiten. Allee, en wat moet erop staan? Schilder maar bij mij. Ja. Ja, natuurlijk. Maar wat moet erop staan? Xavier, doe nog niet zo moeilijk, hè. Als ik wil dat je bij mij schildert, dan schilder je toch bij mij? Ja, ik weet wel waar ik het moet schilderen, maar ik weet niet wat ik moet schilderen. Ah, wel, bij mij? Bij u? Ja. Hoe zeg dat dan, hè? Xavier, zijn jij van nature zo dom of heb je daar een cursus voor moeten volgen? Ja, bent, wil je daar alsjeblieft een beetje voorzichtig mee zijn, zeg? Ik heb hier gewonnen met mijn Boma Light. Ah, ja? Het is eruit te zien. Het is al even groot een bral. En een toontje lager kan ook, mijn gedacht. Gaat jij nu ook al beginnen, ja? Ja, zeg, ik kan er niet aan doen dat uw Xavier te gierig is om bij u op restaurant te gaan, hè. Maar wacht tot ik hem tegenkom, hè. Ik wring ze de nek op. Nee, dat is Xavier niet, hè. Nee, maar zijn kop is al even hol. Wat is nu weer? Blijf, hè. Hallo, met Balthazar Boma Pedersen van de Boma... Ah, kolonel. Ik stoor toch niet, hoop ik. Nee, au contraire. Je bent juist op tijd, mijn gedacht. Vertel het eens, cher ami. Wat zouden we van denken als we vanavond nog eens naar de Pussycat gingen? Naar de Pussycat? Met alle plezier. Oei, oei. Nee, dat is waarom. Ik ben niet vrij. Ik heb spijtig genoeg al de rendezvous. Oeh, als ik dat tegen Pascalke vertel, zullen we erop terug vrij zijn. Maar weet je wat? Als jij nu eerst meegaat naar Bessé Jean-Paul en daarna gaan we naar de Pussycat, ons echt amuseer. En wel afgesproken, dan zal ik voor nog wat schoon gezelschap zorgen. Ah, dat is goed. Hoe meer lijven, hoe meer deugd. Zeg, uw lach is al even vettig als uw worsten. Dank je wel. Mark, ja? Jij let wel op café terwijl ik bij de coiffeur zit, hè? Ja, op mij kun je altijd rekenen, hè, ma? Ja. Zeg, terwijl als madame zijn gaan winkelen, kunnen wij op ons gemakje afspreken, hè? Ah, ja. Heb jij soms een idee? Oh, soms. Als ik heel hard nadenk. Ik bedoel voor ons etentje. Ah, dat. Wat denkt u van een pannenkoek met siroop? Dat wel iets meer zijn dan dat, hè, Mark? Twee pannenkoeken met siroop? Ja, weet je wat? Ik zal het winkellijstje maken. Als jij dan de boodschappen wilt doen, dan zal ik je wel alleen koken. Ja, plezant. Precies koken eten. Ja. Psst, psst. Ah, Xavier. Shh. Ons Carmen is toch niet hier? Nee, nee. De kust is veilig. Zeg, zou ik hier eens even mogen telefoneren? Ah, ja, ja. Is uw telefoon kapot? Nee, maar wel mijn huwelijk als ik niet rap iets doe. Chef de Kroet, Xavier Waterslagers hier. Het was om te zeggen dat ik vanavond geen wacht kan lopen. Ja, ik weet het, maar deze keer is het serieus. Haha, ons Carmen nog arme ligt met, alleen half in de plaaster, met een zwaar verschot. Oei.
Merci, sergeant. Dat zal ik nooit vergeten. Daar gaan we een op drinken, hè. Maar Xavier, dat is toch niet sympathiek? Waarom niet? Dat doet pijn zijn, zo'n verschot. Voilà. Dat is dan ook alweer gebeurd. Ik heb het gevoel dat ik nog iets vergeten ben. Voilà, zeg, jij staat precies nog even ver van kant. Zeg, niet overdrijven, hè. Juist een paar details, dat is alles. En? Wat vind je ervan? Hoe? Bij mij had ik toch gezegd? Ah, wel ja, dat staat er toch. Dat is niet waar. Jij hebt bij u geschilderd. Nee, ik heb bij u geschilderd zoals je gevraagd hebt. Schilder bij mij, bij u heb je gezegd. Maar waarom heb je dat dan niet gedaan, onnozelaar? Maar ik heb het gedaan, kijk. Maar ik heb u niet gevraagd om bij mij, bij u te schilderen. Ik heb u gevraagd om bij u, bij mij te schilderen. Moest het dan toch bij mij? Het kan me niet schelen waar dat je het schildert, maar je moest er bij mij opgezet hebben. Snapte? De naam van mijn restaurant is bij mij en niets anders. Niet bij u, niet bij hen, niet bij tante Zulma, maar bij mij. Wie is tante Zulma? Dat is wat alles zelf doet. Ik mag toch nog gratis met ons Carmen komen eten, hè? Op voorwaarde dat je mijn tafels dekt. Afgesproken. Welke tafels? Tafels. Maar dat was het. Tafels. Wat staat die stomme verfpot hier te doen? Ja, die heb je zelf aan mij gegeven om bij mij te schilderen. Bij u? En waar staat die dan hier bij mij te doen? Ik geloof dat ik het zelf niet meer weet. Ha, meneer Bernard? Wat is het? Zit jij liever in de frisse lucht? Ah, Markske. Help je mij eens even die tafels naar mijn restaurant te verhuizen? Ja, ja. Maar waarom? Omdat jij dan een warme chocomel krijgt van mij. Ah, oké. Okay. Begin dan vast met die stoelen, hè? Hela, wat krijg jij nu? Een warme chocomelk, als ik goed mee heb. Pascalke, jij vraagt je waarschijnlijk af wat ik hier doe. Hoe kun je het zo raden? Nou, wel, ik vind die tafels eigenlijk niet mis. En ik vroeg me af of die zouden passen in mijn interieur. Ah, ja. Ah, ja, dat is zeker. Dus als ik die even mag lenen, hè, om te zien of dat ze daar goed staan, dan krijg je ze morgen terug. Niks van. En waar moeten mijn klanten dan gaan zitten? Maar altijd maar zitten. Dat steekt ook tegen op den duur. Hoe? Waarom maakt er geen staancafé van? En waarom maakte jij niet dat hier als de bliksem buiten zij? Profiteur? Wel, ik geloof toch dat die een ouderwetse brol in mijn etablissement niet zou passen. Salut, hè. Hela! En wie gaat dat hier allemaal op zijn plaats zetten? Ik, van de warme choco. Amai, dat weegt nogal, zeg. Ik krijg er verdorie dorst van. Wil jij misschien ook een warme chocomelk? Zo groot is mijn dorst nu ook weer niet. Zeg, Xavier. Hè? Wij zijn toch familie, hè? Ja. Kun jij niet wat meubels missen uit je salonnetje? Ik zou wel willen, maar ons Carmen... Oh, ik hoor het al. Je ligt nog altijd onder de slof. Kom, pak dat daar eens mee vast. Gaat jij nu nog beginnen behangen? Lange niet. Die kan gerust dienst doen als familietafel. Ja, voor heel grote smossers dan. We proper tafellaken erop en geen mens er nog iets van ziet. Zeg, als je mij niet meer nodig hebt, dan ga ik nog even naar het café. Hè? Momentje. Zou jij voor mij eerst eens naar de winkel kunnen gaan? Wat, nu nog? Groente, fruit, aardappelen, suiker, zout. Breng van alles maar wat mee. Xavier, ja? Voordat je boodschappen gaat doen, dan ligt daar buiten nog een klein beetje rommel van mijn voorganger. Zet dat eens uit de weg. Ja, is geen probleem. Amai. Oh, Mark, jij komt als geroepen. Heb jij ook iets nodig uit de winkel? Ja, dat ook, maar kunt jij met je bolletje die container even een klein beetje uit de weg trekken? Ja, ja. Maar eerst staat hier binnen zitten, hè? Ja.
Amai, Xavier laat er ook geen gras over groeien. Heb je Mark nergens gezien? Nee, waarom? Die moest eigenlijk al lang terug zijn van de winkel. Tja, jij hebt precies hetzelfde op uw menu staan als ik. Dat is ook toevallig, hè? Maar dat verschil dat ik kan koken, hè? Oh. Zo zonder gasfles zal er anders niet meevallen, denk ik. Verdomme, ik wist dat er nog iets van keren, hè? Ja. Ah, Mark. Ja, wat is er? Zijn precies iets verloren? Ja, die twee zakken met boodschappen. Zeg, dat niet waar is, hè? Zeg, helemaal Bieken en Doortje kunnen er ieder moment zijn. Ik begrijp er ook niks van, dat straks stonden die hier toch? Ja. Bernard, heb jij er straks geen twee zakken zien staan? Twee zakken? Dat straks niet, nee, maar nu wel. Serieus? Waar heb ik eens? Om niet te maken, hè. Ga rap terug voordat de winkel sluiten. Oei. En leen Pascal haar frietketel eens, want die van ons is kapot. Ah. Hela, en als je naar de winkel gaat, breng voor mij eens 20 kippen mee. 20 kippen? Ga er een kiekekot van maken. Wat vind je van dat? Mark? Hé? Wie zit er u achterna? Oei. Niemand? Ik kom de frietketel halen in mijn autosleutels. Daarmee gaat het je niet in gang krijgen, hè, Markske? Kijk, Pascalke geeft mij nog eens de porto. Ja, zeven, zei Carmen. Zie jij nu niet dat ik bezig ben? Zou jij niet beter een aspirintje nemen? Een aspirintje? Ik? Ja, voor uw verschot. Welk verschot? Mark? Ja? Wat vind je hiervan? Amai, dat is een tof mutsje. Ah, dat is er eentje met oorkleppen. Jos. Ik weet het niet. Is dat truiken toch niet wat te klein? Als dat nu zo spant, dan ziet je alles. Oh, draagt gij het dan, hè, Pascalke? Maar als je niks hebt, kun je ook niks laten zien, hè? Zou jij niet beter stoppen met drinken? Dan zal uw vijfde port op een uurke tijd. En dan? Ik ben mijn verdriet aan het verzuipen. Ja. Zie maar dat je zelf niet verzuipt. Zeg, moet u eens met uw eigen zaken? Dan zul je al werk genoeg hebben, hè? Zuitemiet! Oh, Mike Xavier. Zeg, gaat jij zo op wacht staan? Oh, daar is de schurk die mij in het ongeluk heeft gestort. Ja, ja, zie maar eens goed. Ja. Hier zit een gebroken vrouw. Jij kunt nogal overdrijven, zeg. Pas op, zo'n verschot dat kan pijn doen. Hè? Hier, die zijn voor u. Ik moet die piesbloemen niet hebben. Geef ze maar aan sergeant de Kroet. Maar Sjoeke, en ik kom u uitnodigen voor een etentje. Een etentje? Ja. Wij met twee? Ja, daar verschiet je nogal van, hè. Oh, mijn Sjoeke. Ah. Kom hier, mijn hart, mijn lapje. Ja, maar Carmen, pas toch op. Zou jij niet beter op je rug gaan liggen? Zou jij niet verlegen? Ik ben een getrouwde vrouw. Ja, het is voor uw eigen goed, hè. Zo geil, die schaftmanneke. Zou jij horen dan nu? Ja. Ja. Ah, ja, maar eerst gaan we toch lekker eten, hè, Sjoeke? Oh, ja. Mag ik al weten waar, Sjoeke? Ja, natuurlijk. Bij mij. Wat zeg je daarvan? Hoe, bij u? Nee, bij mij. Je wilt dus zeggen bij ons? Nee, bij hem. Bij mij? Dus, je verstaat het weer verkeerd, hè. Ik verstaan het maar al te goed. Dat worden weer frieten met curryworst. Maar luistert nu toch eens. Wij gaan eten bij BTW. Zijn restaurant heet Bij Mij. Wat zeg dat dan in mijn Sjoeke? Ik kan mij direct klaarmaken. Zeg, kom hoi, ik moet toch naar de winkel. Oh, miljarden. Dat is waar ook. De boodschappen van BTW. Wil jij nog een beetje fruit en groente meebrengen voor Bernard? Kom, Sjoeke. Ja. Ik ga mijn beste soirée aandoen. Dan met die diepe decolleté. Oh. Ja, je zult nogal ogen open trekken. Dat denk ik ook, met al die plaatsen daaronder. Ah,
wel. Jij wel. Pas op. Dat wil je kappen. Och, Balthazar, hoe charmant. Het zal wel zijn. Mijn naam is Balthazar Boma, bij gedacht. De gentleman weet wat dat de vrouwtjes graag hebben, hè. Wat is dat nu? Oeh. Heb jij niet gebeld om te reserveren? Lekker niet. Was dat met u, hè? Ben ik hier toch altijd welkom, zeker? Ja, behalve dan vandaag. De kok is ziek, not met u. Hoe kan dat nu? Balthazar, jij hebt per toeval hier toch geen worsten geleverd, zeker? Dat is niet kassant worden, madame Krukke. We hebben gewoon massaals, hè? En wat gaat meneer de gentleman daaraan doen? Dan zullen we van de eerste keer naar de pussycat moeten, hè? De pussy? Ik denk er nog niet aan. Zorg maar dat je een ander restaurant vindt. Natuurlijk, dat er, ja. Het was maar om te zwanden, hè. Ah, meneer Bernard. Voilà. Ik ben hier met de boodschappen van Xavier voor u. Amai, Xavier heeft precies iets goed te maken. Ja. Hela. Hela, waar zijn mijn kippen? Oh, er waren er geen meer. Hoe, er waren er geen meer? Ja. Wat moet ik dan doen? Ja. Ah, wacht even. Voilà. Zeg, snullemans. Ik denk toch niet dat ik kan wachten totdat die uitgekomen zijn. Hier, dat adres van de poelier. Loop daar maar eens langs. Hier, voilà. Ja, meneer Bernard. Ah, maar die komt goed van pas. Ah, en jullie komen ook goed van pas, hè. Voilà, hier, help eens dragen. Voilà. Zeg, dat is die van ons, ma. Maar dat kan niet. Die zou nooit werken met zo'n professioneel materiaal. Nog een glaasje witte wijn? Nee. Ik kan er niet tegen op mijn lege maag. Ja, pak dan toch nog een nootje? Oh, ze komen er al langs mijn oren uit. Goh, waar blijft hij nu, zeg? Alles wat hij moest meebrengen, dat stond op een lijstje. Ja, misschien is hij onderweg in pannen gevallen. Of misschien is hij zijn lijstje kwijt. Mijn Mark weet je nooit, hè. Je moet niet op mij letten, hè. Ik kom rap iets lenen. Hey, wacht eens. Wat zet je daar aan toe? Gasfles aan het losvijzen, zie je dat niet? Maar jij zegt ook, hè? Hoe moet hij dan koken? Wat trekt u dan nu aan, jong? Je hebt toch niks in huis. Ah, van harte welkom hier bij mij. En dit is voor u, omdat je de eerste bent. Dat is galant. Godverdamme! Ja, excuseer, hè. Dat personeel van tegenwoordig. Ja, het is hier uiteraard bij mij en niet bij u. Hm? Ja, wat ik bedoel, dat het uiteindelijk om een stom misverstand gaat. Een misverstand? Ja. Ik dacht dat jij een tafel gereserveerd had. Dat klopt, maar dan wel bij mij in plaats van bij u, hè. Jij hebt achter mijn rug toch niks afgesproken met die gast, hè? Maar nee. Je hebt het toch wel goed opgeschreven? Ja, dat is het juist. Een onnozel neef van mij heeft dat gedaan. Ja, maar wat wilde? De sukkelaar is bij het leger. Dus er is sprake van een vergissing? Ja, dat heb je heel goed verstaan. Nogmaals mijn excuses. Dus, is er niks aan te doen, dan zullen we ergens anders gaan. Nee, wacht, blijf, kom. Ga zitten, nee, wacht. Geef mij dan even, voilà. Kom, zo. Voilà, kijk, ja. Excuseer. Excuseer. Je moet er niet op letten. Ik zal dat straks wel regelen. Kom, ga maar zitten. Tomma, dat is net de schuld van die militaire neef van mij, hè. Wacht, ik zal dus even af. Hey, blijf eens van mijn vrouw. Excuseer, ik wil alleen maar helpen. Hier. Ja. Zeg, dat is mijn beste kleed, hè. Geen zorgen maken, dat wordt gekuist op kosten van de firma. En dan wordt u een fles wijn aangeboden door het huis. Wacht, eerst even wegzetten. Je kunt de sfeer dan al een beetje opsnuiven. Bijna twee kranten kwijt door de schuld van dat stomboeferke. Nou wel? Ik dacht dat ik Mark hoorde. Oh, maar die heb ik nog juist van doen. Jongens, zeg, hey, eerst pikt je ons gasfles en nu nog mijn mut. En het zou me niet verwonderen dat je mijn boodschappen ook nog hebt aangeslagen. Nee, nou afblijven, hè, manneke. Die heeft Xavier gehaald voor mij. Xavier? Daar geloof ik niks van. Dat moet jij dan weten, maar die zakken zijn van mij en dan ben je uit. Maar hé, hey, wat moet ik nu aanvangen? Bieken en Doortje zitten boven te rammelen van de honger? Dat is uw probleem. Ik heb het verschrikkelijk druk. Oh. Ja, kom. Bernard, we gaan het hier niet bij laten, hè? Ja. Zeg, breng eens een mixer en een koffiezet mee, want dat ben ik vergeten.
Excuseer dat ik je even heb laten wachten, hè, maar er stond juist iets op het vuur. En wat had je gewild? Kunnen wij misschien eerst de menukaarten krijgen? De menus natuurlijk, ja. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dank u. Nee, dat hebben we niet. Ja, maar dan blijft er maar regelrecht over. Ja, maar het is wel het lekkerste. Zullen we dat maar nemen wat de pot schaft, zeker? Een uitstekende keuze. Kunnen wij dan misschien nu die fles wijn krijgen? Ja, momentje. Ons Carmen, die komt direct, want ons neerogen die moest eerst nog een klein boodschappetje doen. Xavier, u had ik nu juist nodig, zeg. Ah ja? Ja. Voilà. Oh, merci Bernard. Jij weet tenminste hoe dat je uw cliënten moet verwennen. Maar dat is niet voor u. Dat is voor die mensen daar. Allee. Ah, bent u de sommelier? Soms. Moet er niet eerst geproefd worden? Oh, pardon. Dat is goed, zo. Als Boeleken heeft zijn behoefte gedaan. Is Joke? Excuseer, waar zijn de toiletten? Hebt u tegen mij? Hoe moet ik dat nu weten? Voilà. Ah, zeg, Bernard. Hier, die smospot wilt weten waar de toiletten zijn. Verdomme toiletten. Ik wist dat ik nog iets vergeten was, hè. Excuseer. Ja, je moet er niet op letten. Ik zal dat morgen wel regelen. Oh, zeg, wie dat we hier hebben. Je hebt zeker niet veel gekregen bij uw job, hoor. Chic volk komt altijd wel later, hè, Carmen? Ja. Carmen. Pak die mensen hun spullen eens aan. Ik moet dringend terug naar de keuken. Ja, dat zie je van hier. Wie denkt jij dat ik ben? Hier, ze. Kom, Sjoeke, daar is nog een tafeltje vrij. Wie dat weer hebben, zeg, quelle surprise. Zeg, we hebben al naar u moeten zoeken. Ik dacht dat jij al in de pussycat zat. Oeh, had jij dan nog met iemand anders afgesproken? Belangen niet, dat is puur toeval. Dag, balken. Dat is lang geleden, hè. Nog niet lang genoeg. Zeg, ik wist niet dat jij uw eigen geef al bij had. Maar dan waterslagers. Zijn jij al terug uit de kliniek? Wie? Ik? Ja, en valt dat zo wel mee, zo'n stijve plaaster rond uw lijf? Een stijve plaaster? Dat is godverdekkende peperdure wonderbra. Tja, sinds wanneer heb jij die nodig? Ha! Champagne! Oh, die kunnen de mensen ook hier in 5 minuten gerust laten, hè. Xavier, gaat jij die champagne opdienen? Nee. Wat lief? Ik bedoel, ik krijg dat niet open, zo'n fles. Ik moet toch ook alles zelf doen, hè? Wat staat dat hier nu te doen, Xavier? Maak je nuttig en zet dat opzij. Zeg. Ah! Ja, voilà. Nu kan het feest beginnen. Balthazar, je gaat toch niet te veel drinken, hè? Jij zou beter wat te veel drinken. Je hebt het niet te naar jou geslikt. Je bent een boef. Maar dat was zeker dat de worstenboef. Als ik iedereen de menu van het huis mag aanbevelen... Meneer, komen onze voorgerechten? Direct. Ik kan even drinken, hè. Ja, wat gebeurt er hier? Je hebt gekookt met onze ingrediënten, dus eten wij het op. Merci, Bernard. Ja, het ruikt heel lekker. Xavier, zou jij niet tegenhouden? Ja, ik weet niet. Ze hebben toch een beetje gelijk, hè? Maar breng dat terug. De voorgerechten. Ja, voorgerechten, ja. Smakelijk, hè? Ik ben nog niet klaar met u, hè. Wacht maar. Xavier. Ja, jij duwt die pot in mijn handen. Uit mijn keuken. Nee! Balthazar, je moet mij pardoneren, maar alles bijeen. Zeg jij toch een pront vrouwke, hè, Pascal? Proper. Merci, kolonel. Toch iemand die het ziet. Jij zou beter ook eens naar een oogarts gaan, hè? Bella, de kolonel heeft gelijk. Dat is delicatesse. Ah, voilà. Ja, maar je zegt het toch niet dikwijls. Ik zeg het u nu. Ik zal u zelfs meer zeggen. Jij bent een seksuele vrouw. Oeh. Ah, wel. Dat pakt mij nu.
Recht. Waterslagers, zijn jij dan? Presenten tot uw orders. Wordt nu eens genoeg, hè? Hoe kan de mensen nu koken als je constant wordt gestoord? Sorry, Bernard. Niks te sorry. Iedereen buiten mijn restaurant is geen kikker. Bernard. Ja, het is gelukt. Ik heb ze gevonden. Wie heb je gevonden? De kikkers.